Dames en heren, het jaar 2021 is voorbij. De parameters van 2021 zijn bekend. We praten met Brian Rente. Hij is voorzitter van Surinaams Bedrijfsleven, VSB. En we gaan met hem praten over zijn denken en zijn mening over de economische en investeringsvooruitzichten voor dit jaar 2022. Brian, van harte welkom in Rashid Pirkans, Kalajorkel. Nog het beste voor dit jaar toegewenst. Dankjewel. Vind het bijzonder leuk dat ik er eindelijk de afspraak heb kunnen maken. En ook voor jou en de kijkers een goed 2022 toegewenst. Gezondheid, vriendschap, familie. Allemaal belangrijke zaken die ik hoop dat in de toekomst in 2022. Ja, Brian, je bent voorzitter van VSB. We hebben 2021 gehad. Misschien kan je in een nutshell aangeven hoe het is geweest voor 2021. Maar we willen meer weten over jouw vooruitzichten voor dit jaar. Wat de economische en investeringsvooruitzichten aangaat. Ja, 2021 in een nutshell was zwaar. Ik denk voor ieder, voor het bedrijfsleven. Mensen die werken in de private sector. Voor de gewone burger. De overheid die was gedwongen een aantal impopulaire maatregelen te nemen om de begrotingstekorten terug te brengen, de economie te stabiliseren en tegelijkertijd hadden te maken met de COVID-19-pandemie. Dus die een enorme impact heeft gehad op die samenleving, sociaal, maatschappelijk, economisch. Dus het is zo'n jaar waarvan je eigenlijk hoopt dat je hem kan resetten. Op de oude computers was het Alt-Control-Delete en we beginnen weer opnieuw. Helaas, dat is niet het geval. Het is wel een jaar waar we toch moeten terugblikken en moeten kijken en leren van de zaken die we goed hebben gedaan en de zaken die we minder goed hebben gedaan. Ja. Kijk je tegenaan voor dit jaar nu in 2022? De president heeft gezegd het wordt volgens hem een beter jaar ten opzichte van 21. Dus als we puur macro-economisch bekijken, dan zien we een stuk stabiliteit. Dat is belangrijk voor elk land. Of je nou in de private sector zit, of je nou een burger bent. Als je een beetje zicht hebt op wat doet de koers morgen, wat doen de prijzen de morgen, dan brengt dat wat rust. Er is nog sprake van inflatie, er is nog sprake van prijsstijgingen. Maar heel belangrijk, we verwachten dat zeker na het bereiken van het IMF-akkoord, dat er een zekere rust komt op het valutafront. We hebben gezien in het verleden, het is gewoon niet anders, dat rust in de economie een basis is voor vertrouwen. En vertrouwen zal uiteindelijk leiden weer in investeringen. En dat zal moeten leiden uiteindelijk voor met meer jobs, betere salarissen, et cetera. En het is een hele simpele, maar effectieve manier om een economie weer op gang te krijgen. Of een noodzakelijke manier om een economie op gang te krijgen. Want nou, Suriname is op openbaar ter wereld. Je moet rust hebben in die economie. Op het moment dat je te maken hebt met torenhoge inflatie, erodatie van je inkomen, verlies van de waarde van je munt, dan zie je dat zowel ondernemers, maar ook consumenten gaan heel voorzichtig om met hun geld. Ze durven het niet uit te geven als ze überhaupt geld hebben om uit te geven. En daarmee groei je economie. Dus ik ben op de eerste plaats blij met die roze, voorzichtig gemaakte economische rust. Ja, maar dit jaar verwacht je enige koopkrachtversterking voor de consument, waardoor het bedrijfsleven ook meer of meer kan zeggen, jongens, hoe meer geld die consument heeft, hoe beter het bedrijfsleven ook boert. Besteedbaar inkomen gaat wat langzamer op gaan komen, helaas. Het sociale akkoord gaat wat fiscale ruimte bieden aan mensen die werken en belasting betalen, dat is belangrijk. Zowel bij personen in overheidsdienst als personen in de private sector. Maar het is bij lange na niet voldoende
om de koopkrachtdaling die we de afgelopen jaren hebben gehad, volledig te compenseren. Het gaat een paar jaar duren voordat we weer terug zijn op het niveau van, zullen we teruggaan naar 2016, nadat we de forse eerste correctie kregen op de koers. Dus dat gaat de tijd duren, ook omdat we te maken hebben met importinflatie. De economieën in de grote landen die herstellen zich enorm snel. De consumptie van goederen neemt toe in Amerika. Inflatie van meer dan 5% is ongekend voor die economie. En aangezien wij nu nog steeds een consumptie-economie zijn en onze goederen, maar ook onze grondstoffen voor een belangrijk deel komen uit het buitenland, zullen wij dus die verhoogde prijzen moeten betalen, samen met verhoogde transportkosten, een baggervee erbij. Dus helaas zullen de prijzen in de winkels nog de komende periode, ik denk nog zeker het eerste half jaar tot drie kwart jaar, toch nog stijgen. Terwijl heel langzaam het besteedbare inkomen zal verbeteren. Het introduceren van BTW zal ook een eerlijkere verspreiding moeten geven over als het gaat om belastingdruk, mits goed uitgevoerd. Maar ook dat zal pas in de tweede helft van 2022 op gang komen. Maar zo werkt het nou eenmaal in de economie in ontwikkeling. Eerst moet je macro-economische rust krijgen. Vervolgens komt het vertrouwen terug bij ondernemers. Die zullen weer durven te investeren. Het zij in nieuwe business, het zij in vervanging van oude apparatuur. Ze zullen weer durven mensen in dienst te nemen. Ze zullen weer durven om hogere salarissen toe te kennen, omdat men beter kan plannen. En je ziet dus eerst dat het ondernemerschapsklimaat verbetert en langzaam, maar zeker verbetert dus wel ook het leven van de consument. Het is wel belangrijk dat dat verbeterd wordt, omdat een heel belangrijk deel van onze Surinaamse ondernemers afhankelijk zijn van de binnenlandse markt. Ja, er zijn maar een paar bedrijven die hun producten volledig in het buitenland afzetten. Dus of je nou een aannemer bent, je verkoopt groenten, voedselproducten, noem maar op. Vaak worden je producten afgezet op de lokale markt. Dus heb je goede koopkracht nodig. Ja. Zijn jouw leden van het bedrijfsleven content met de richting waar we momenteel naartoe gaan? Oh, dat is de nodige kritiek. Laten we daar eerlijk over zijn. Misschien waren de verwachtingen te hoog gespannen. En hadden we maatregelen verwacht die eerder zouden zijn genomen. En hadden we toch gewild dat het bedrijfsleven meer dan nu het geval is, wordt betrokken bij besluitvorming. Maar lang om me haasten te zeggen, er is nu een veel betere relatie tussen de private sector en de publieke sector dan bij de vorige regering. En bij de ene minister staat de deur wijder open dan bij de andere minister. Laat me dat ook zeggen. Maar de wil is aanwezig om de private sector te betrekken. We maken ons zorgen over de politieke stabiliteit. Ik denk dat voldoende naar boven komt drijven. En in de wandelgangen horen we toch de spanningen die er zijn. En politieke stabiliteit is ook belangrijk voor economische stabiliteit. Dus wat ik al eerder zei, betrekken van het bedrijfsleven en agressiever zijn in het geven van incentives, in de eerste plaats voor lokale ondernemingen om te investeren. We hebben daarover concrete voorstellen gedaan aan de regering om kapitaal wat ligt bij ondernemers te mobiliseren. En dat ze het gaan stoppen in hun eigen onderneming, dat ze nieuwe ondernemingen gaan financieren, want dat creëert werkgelegenheid, et cetera, et cetera. Dus we moeten ons, foreign direct investment is natuurlijk heel erg belangrijk. Het gaat de driver zijn voor een versnelde groei van onze economie. Maar het zijn niet per se altijd
activiteiten die veel banen creëren, zeker in de oil and gas. Het zijn specialized jobs waarvan de gemiddelde arbeider waarschijnlijk weinig tot beperkt gebruik van gaat kunnen maken. Dus moeten we ook in industrieën in investeren. Toerisme is absoluut eentje. Dienstverlening, ik denk houtverwerking lokaal, maar ook die agrarische sector zijn interessante sectoren waar al genoeg over is geschreven. De plannen zijn er al, waarvan de overheid nu moet zeggen, ik ga die incentives beschikbaar stellen, zodat we daar groei en ontwikkeling zien. Brian Rente, mag ik je dank zeggen voor jouw bijdrage in Rashid Pirkans Kul A Jorkul. Dat heb ik heel graag gedaan en ook groet aan jou. Dames en heren, het jaar 2021 is al achter de rug. We zitten reeds volop in 2022. We praten vandaag met Richard Kalu. Hij is ingenieur, food process engineer en hij is ook een consultant. We gaan hem vragen over zijn vooruitzichten, de economische vooruitzichten voor dit jaar 2022. En de investeringsopties voor ons land voor dit jaar. De Surinaamse economische en investeringsoutlook. Richard, welkom in Kul A Jorkul. Wat is je mening daarover? Ja, goeiedag. Nog ook gefeliciteerd. Het beste voor dit jaar. Zelfde. Ja, en om het kort te houden. Ons probleem is samen te vatten in één zin. We hebben een tekort aan in feite investeringen in de verdiencapaciteit. We importeren voor circa 2 miljard Amerikaanse dollars en we verdienen zelf legaal ongeveer 450 miljoen Amerikaanse dollars. Dus er is een tekort van bijna 1,5 miljard. En dat tekort wordt opgevuld door de particuliere sector, in het bijzonder de illegale particuliere sector. En dat wil zeggen dat wij ons investeringsniveau in de deviezenverdiencapaciteit moeten opvoeren. En dat gaat niet zo makkelijk, omdat je eigenlijk vanaf 1975 de overheid geïnvesteerd in de deviezenverdiencapaciteit. En in een ontwikkelingsland, een land waar de particuliere sector niet zo sterk is en niet beschikt over de capaciteit om vooral technologische projecten uit te voeren, omdat eigenlijk als je wil exporteren, dan moet je kunnen concurreren. Je moet je concurrentiekracht hebben. En dat betekent dat een heleboel machines niet worden gemaakt voor kleine landen als Suriname, voor een kleine markt. Dus je moet naar de exportmarkt. En onze ondernemers zijn nog niet zo sterk dat ze in feite een technologisch project kunnen uitvoeren. Dus er moeten speciale instituten komen, ontwikkelings- en investeringsinstituten, om de ondernemers te helpen daarin. Elk land beschikt daarover. Ik bedoel, China heeft de grootste ontwikkelingsbank ter wereld, de Development Bank of China. En die bestaat er nog steeds, al zijn ze al ontwikkeld geworden. Dus wij moeten dat doen. En als we dat doen, dan moeten we een investeringsprogramma moet zo'n instituut opzetten. Niet dat programma wat nu gemaakt is, dat zogenaamde ontwikkelingsplan. En ik heb mijn commentaar daarop gegeven al in Dagblad Suriname. Het deugt niet. Dus we moeten een echt investeringsplan opzetten. Geënt eigenlijk op de capaciteit van Suriname. En dat betekent één, dat de overheid ervoor moet zorgen dat we kunnen concurreren. Dus de utiliteiten zoals telefoon, telecommunicatie, de prijs van energie, de prijs van water, de infrastructuur, die moeten concurrerend gemaakt worden. Dat wil dus zeggen, we moeten staatsolie doorlichten, we moeten EBS doorlichten, we moeten telezuur doorlichten en de tarieven in lijn met waarmee je kan concurreren, zoals Trinidad gedaan heeft onder Bas de Pandé, $3 per kilowattuur voor investeringen. Daarom is Trinidad een powerhouse geworden voor wat betreft industriële ontwikkeling. Dat zullen wij ook moeten doen. Zo'n programma betekent dat je dat had moeten uitzetten voor een aantal jaren. Maar voor het eerste jaar
betekent dat dus dat je dus institutionele herstructurering gaat doen. Je gaat organisaties opzetten, instituten opzetten. Je gaat mensen moeten opleiden om feasibility studies te moeten maken op het niveau van de Europese Investeringsbank en van de Wereldbank. Omdat je nu met het IMF in zee gaat, dan betekent dat dat je ontwikkelingsfinanciering makkelijk kan krijgen via Wereldbank en via de IDB. Tegen een heel lage rente. En dan moet je ervoor zorgen dat je concessionele leningen krijgt van de Wereldbank en van de IDB. Dan moet je je eigen programma maken voor de korte termijn. Het is belangrijk. Daar de snelverdieners in Suriname, dat zijn twee sectoren. Dat is de mijnbouwsector en dat is de reissector. De reissector kan binnen 6 maanden haar capaciteit verdubbelen. Het areaal is ongeveer 60.000 hectare. We planten nu maar de helft, circa 30.000 hectare. Dus we kunnen door goed beleid 60.000 hectare gaan planten. En dan kunnen we wel de grens zien worden, grensguur worden van het Caribisch gebied. Omdat voedsel gaat duurder worden de komende tijd. Ja. Alleen al door het klimaatprobleem. Ja, maar Richard, ik wil je even, ik wil even inbreken. En maar dat zijn midden- en langtermijn ontwikkelingsprogramma die we kunnen uitvoeren. Maar we zitten nu al in 2022. We zitten al in dit jaar. De president heeft gezegd, het wordt een beter jaar. Geloof je dat ook? En wat zijn jouw vooruitzichten voor dit jaar? Waarin we nu al in zitten. Het wordt geen beter jaar, omdat we in feite nu pas met een hervouwingsprogramma beginnen. Je gaat pas de voordelen zien als het beter wordt, als er investeringen komen. Maar investeringen gaan pas komen als in feite die institutionele voorzieningen gemaakt zijn. Dat je dus een ontwikkelingsinstituut hebt, een investeringsinstituut hebt. Je hebt die plannen kant en klaar om te gaan investeren, want die plannen zijn er nog niet. Die moeten nog geschreven worden. Die feasibility studies moeten nog gemaakt worden. Die industrieparken moeten nog aangelegd worden. Dus het zal dit jaar niet beter zijn. Wat er wel gaat gebeuren, is dat je dus met hulp van het IMF voor verlichting kan zorgen voor wat betreft koopkracht. Maar als je dit jaar die fundamenten gelegd hebt, dan kan je volgend jaar en de daarop volgende jaren gaan oogsten. Want dan kan je investeren. En als er investeringen komt, dan wil dat zeggen dat er werkgelegenheid komt. Dat er hoogwaardige werkgelegenheid komt. Dan komt er koopkracht. En dan kunnen mensen een beter inkomen verwerven. Ja, dus vooralsnog voor dit jaar zie je alleen nog mogelijk dat vanwege de ondersteuning van het IMF er wat koopkrachtversterking kan plaatsvinden. Ja, ja. Dan alleen via die mogelijkheid gaan we koopkrachtversterking krijgen. Ook omdat IMF dat voorzien heeft. En ook omdat IMF weet dat hun maatregelen ervoor zorgen, onder andere de verhoging van de tarieven van alle pastatalen, dat in feite de koopkracht daalt. Ja, maar wat onze inverdiencapaciteit aangaat voor dit jaar, daar zie jij niet veel in zitten. De capaciteit gaat pas volgend jaar omhoog kunnen gaan. Al ga je dit jaar investeren in manufacturing, dat kan heel snel gebeuren. In de reissector is de enige samen met manufacturing die dat kan realiseren. Maar dan moet je heel snel jouw voorzieningen in orde hebben. En op dit moment is Chan nog niet zo ver, zie ik, om dat te doen. Hij moet, als ik het zo mag zeggen, hij moet zijn kabinet echt gaan reshuffelen en een richting toe gaan naar meer een zakenkabinet. En daarvoor moet hij zonder meer gaan saneren in zijn kabinet. Hij heeft te veel tegenwerking van met name ABAP die een eigen beleid voert en dat kan niet. Alle strategische pastatalen vallen onder ABAP. Je kan dit land niet ontwikkelen zonder die pastatalen. Dat zijn technische, economische, juridische monopolies. Dus die moet je onder controle brengen. En als Chan dat doet, want als Chan dat niet doet, laten we één ding duidelijk maken. Als Chan dat niet doet, dan gaat hij afgaan. Want dit jaar is een cruciaal jaar. Het jaar waarin de IMF binnenhaalt, als je dan niet gaat presteren, dan ga je down the drain.
omdat een voortsukkelend IMF-programma, dat brengt alleen maar ellende met zich mee. Richard Kalu, mag ik je dankzeggen voor de bijdrage in Rashid Pirkan's Skull, Age or Kull?